dat noem ik er een lap op geven, Robby. Ja. Toch wel, ja. Ja, net nog het intieme spel van de jongens van Duende Doble. En nu de full power van Robby Straven. Hey, ja. Robby, welkom in Aalter. Dank u wel. Ik voel me hier zeer welkom op de weide van Summerfest. Ja, inderdaad, dat is ook zo. Robby, vertel eens, voor de luisteraar thuis. Wie is Robby Straven? Robby Straven is een 23-jarige truienaar, dus uit Limburg. Ik ben nog maar een drietal jaar bezig met zingen. Ja. Ik ben sinds een half jaar terug... Eerst keer in contact gekomen met MenTV. Mm-hmm. En ja, seizoen is de bal toch wel aan het rollen gekomen. Ja. We hoorden net jouw single, ja, dit is Leven. Ja. Vertel eens, hoe is die geboren, zeg maar? Ik ben altijd al een grote fan geweest van Tony Cabana. Ja. En ja, Tony Cabana heeft een van zijn eerste singles, zoals deze. En ja, dat kon zeker niet ontbreken voor mij dan. Toch maar bij deze single uitgekomen. Ja. De passie, Robby, waar is die voor jou begonnen, denk je, voor wat betreft die muziekwereld? De passie is er eigenlijk altijd geweest. Als tiener eigenlijk ook al. Deed ik heel vaak Sergio na. Ja. Sergio Quistquater. En ja, die is er eigenlijk altijd gebleven. Op een bepaald moment dacht ik ook wel van, nu wil ik toch wel meer. En ik heb dan een paar nummers gezongen op het trouwfeest van mijn broer. Uh-huh. En ja... Van dat trouwfeest kwamen meer feesten en meer feesten. En ik dacht, ja, misschien zit het dan toch in mij voor in die showbiz toch wel iets te maken. En ja, ik ben er verder gegaan, mijn eerste single toen uitgebracht. En ja, duurt het nu, 3 jaar verder ben ik er nog. Ja, inderdaad. Is het een bewuste keuze om het in het Nederlands te doen? Toch wel. Het Engelstalig gaat ook wel, maar hier in België... Ja. Pakt het toch niet zo echt, nee. Ik kan me voorstellen dat het allemaal niet zo gemakkelijk is om daaraan te beginnen. Hoe begin je eigenlijk aan zo'n carrière? Ja, je geeft het aan, die feestjes en dergelijke meer. Maar dan inderdaad die contacten leggen of is die bal zelf een beetje beginnen rollen? Eigenlijk ja, je begint mailtjes rond te sturen en zo. En demo's op te nemen. Zoek verschillende platenfirma's die nog jonge talenten zoeken. Uh-huh. En ja, dan komt dat vanzelf wel aan het rollen, ja. Ja, inderdaad. Oké, goed. We hoorden al, dit is Leven, straks nog een andere single van jou. Maar laten we eerst eventjes misschien kijken. Ja, ik kan me voorstellen, je hebt het zelf aangehaald, een drietal jaar bezig. Is er zo iemand waar je naar opkijkt, een groot voorbeeld in de wereld van muziek? Ik heb eigenlijk al heel veel steun gehad van Sammy Baker. Mm-hmm. Ja, en dan zelf naar Tony Cabana toe. Ja, Tony Cabana, ja. Wel bijlen, Tony Cabana, maar ja, toch. Ja. Had ik heel veel steun uit. En dan Sergio zelf ook, ja. Ja, toch van Sergio ook inderdaad wel een stukje meenemen eigenlijk. Is er een bucketlist voor Robby Straven waarvan je zegt van... Kijk, dat is nog iets wat ik zeker wil bereiken in mijn carrière? Goh, ja. Er zijn zoveel toppen waar ik graag eerste zou willen staan. Maar zoals je baby zei, met Geerst leren stappen voor je kunt lopen. Dus. Ja, dat is ook wel weer waar, ja. Je komt van Sint-Truiden, heb ik begrepen. Je komt naar Aalter. Was Aalter bekend voor jou? Nee, niet echt, nee. Maar ja, het is altijd een uitdaging, hè. Het is inderdaad een uitdaging. Wat vind je van de streek, als je nu eerlijk moet zijn? Eigenlijk wel mooi. Ah ja? Ja, toch wel. Wij zitten bij ons fruit en zo. Ja. De Aspergouw, maar hier is het ook wel heel mooi. Ja. Ja. Maar Robby Straven, de naam waar we zeker nog gaan van horen uiteraard. Ik hoop het toch. Maar je staat hier nu inderdaad bijvoorbeeld bij Radio Meteor. Je haalt ook al Ment aan. Hoe belangrijk vind jij die kanalen om jezelf te promoten? Ja, alle promoties welkom. Ja. En ja, zeker en vast als je de grotere radio's kunt halen en zo. Want ja, tegenwoordig zeggen ze wel van ja, je moet grote radio's halen of je staat nergens niet. Ja. Ik haal dan wel aan, ik ben misschien nog maar 3 jaar bezig. Ja. Maar er is praktisch in heel België geen radiozender die mij niet draait. Ja. En daar ben ik wel fier op. Daar mag je best fier op zijn ook, uiteraard. Het is zomer, het is vakantie voor heel wat mensen. Ja. De zomer of de vakantie voor Robby Straven, hoe ziet die eruit? Werken en nog eens werken. Ik hoor dat dus elke maal opnieuw. Als ik het te vragen aan een artiest, hoe ziet jouw vakantie eruit? We zijn aan het werk. Ja, ja, eigenlijk werken is dat niet echt. Want ik probeerde vroeger altijd van mijn hobby, dus het zingen, mijn werk te maken. Nu is dat zo'n beetje gelukt voor er het werk van te maken. En nu probeer ik er opnieuw terug mijn hobby van te maken. Mm-hmm. Het is veel te fijn. Ja. Ik kan het niet vergelijken met werk, nee. Oké, dan is het altijd een beetje vakantie als je een optreden mag doen. Eigenlijk wel, ja. En wij hebben ervoor gezorgd dat je zelfs eens in een andere streek op vakantie kan komen. Super. Voilà. Robby, nog één dingetje wil ik jou vragen. We staan hier op een terras, maar dat is niet zomaar een terras eigenlijk. Dat is eigenlijk het Koen Krukke terras. Ja.
De anekdote is dat Koen Krukke Peter is van dit terras geworden sinds een paar weken. Ja. De naam Koen Krukke, als ik die uitspreek, wat zegt die jou persoonlijk? Meneer Spaghetti, ja, dat ja, weet wel. Spaghetti, Samson en Gert, ja. Zo van die dingen, ja. Koen Krukke, ja. Ik denk wel dat hij een fijne man is. Ja. Mooie stem. Mm-hmm. En meneer Spaghetti, maar die hebben we al aangehaald. Dat hebben we al aangehaald, dus ja, voor de rest, nee, niet echt, nee. De toekomstplannen voor jou, Robbie, dus we hebben de singles al een beetje gehoord van jou, we gaan straks toch een singeltje van jou beluisteren. Wat is de bedoeling? Wat ziet de toekomst, of hoe ziet de toekomst eruit? Ja, ik wil heel rustig, maar ook heel rustig groeien in mijn toekomst. Ik wil ook heel veel mensen nog leren kennen. Ja. Ik kan nu ook maar een paar namen aannemen, gelijk Willy Sommers. Ja. Wiltura. Uh-huh. En ja, zelfs wat die mensen zouden tegen mij zeggen, Robbie, ah wel, wij zijn fier wat jij bereikt hebt. Ja. En dat is toch wel een droom, ja. Dat zou een droom zijn. Trouwens, dat contact met andere artiesten, collega-artiesten, ja. Hoe is die voor jou persoonlijk? Eigenlijk heel goed. Ja. Ja, toch wel. Ik had gedacht van, ja, ik ben ja, nog in hun ogen nog maar heel klein. Ja, ja. En ja, dat gaat zo zijn van, ja, maar zijn maar stil, hè. Dat komt wel allemaal nog, maar jij moet nog niet te veel zeggen. En eigenlijk, ja... Die boeken mij even goed ja, voor hun fandagen en zo. Dus ah, ja, ik zou niet weten. Dus de sfeer zit? Eigenlijk wel, ja. Top. Toch okay. Wel. Zeg Robbie, mag ik jou heel hartelijk bedanken om van het verre Sint-Truiden naar het mooie Aalter te komen? Mag u zeker en vast. We gaan het in de gedachte houden dat we ooit eens van het mooie Aalter naar het verre Sint-Truiden op vakantie zullen komen. Mag het hopen. Voilà. En wij hopen elkaar zeker en vast nog wel terug te zien. We houden contact sowieso, want Radio Meteor is ook nog maar een beetje... we zijn ook al een heel tijdje bezig eigenlijk. Ja. Maar we willen in de toekomst nog heel wat andere artiesten en ook jou er zeker en vast nog eens opnieuw bij horen. Zeker en vast. En dan... hopelijk ook met de nieuwe single. Dat wensen we jou heel alvast heel veel toe natuurlijk. Heel veel succes, een heel mooie zomer en heel graag tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. En toen ik ging, zij zei nog, ik wacht hier op jou. Waar je ook bent, ik blijf je trouw. Ik schreef haar vaak, maar toch, een brief kwam nooit van haar. Maar geloof me, dit had ik van jou niet verwacht. Jij was mijn vriend, jij leerde haar kennen door mij. Jij weet hoeveel ik van haar hou. Nu kom ik thuis. En daar voor haar deur sta jij dan. En direct zie ik aan jouw hand. Jij draagt haar ring, wat valt er te zeggen dan? De ring die jij draagt aan jouw hand, heb ik ooit gedragen.